kan toch niet? Wauw, wat een gekke kleren. Waar zijn we? De vraag is niet waar, maar in welke tijd? We moeten eerst naar de tijdmachine. En het mag Alaan wachten. Ik moet met hem praten. Daarom zijn we hier. Man, waar blijft die slomme professor? Chocola is ook al op. Wat is dat? We moeten hier weg. Kom. Ja, maar Anna, snel. Ik zal hem testen. Als de machine werkt, krijgt u hem zeker. U heeft hem dus nog niet getest. Hij is nog niet klaar. We kunnen dus nog niet naar, laten we zeggen, het jaar 2013 reizen. Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Check in en ontdek wat niemand voor jou heeft gezien. Goedemorgen. Goed geslapen? Nee. Ik ook niet. Ik bedoel, een tijdmachine? We reizen naar het verleden met een tijdmachine? Ja, het is ongelooflijk, hè? Ja, tijdreizen is mega cool. Maar tijdreizen en chocolade verdraagt mijn maag echt niet, hoor. Ik voel me zo ziek. Tom, we waren in het verleden. We waren echt in het verleden. Waar zouden we allemaal heen kunnen? Naar de gladiatoren of naar de ridders? Stel je voor, jij als ridder. Niet zo snel. We weten nog steeds niet hoe de machine werkt. Ja, daarom moeten we hem vaker uitproberen. En we moeten Magellaan ook zoeken. Alsjeblieft, nog één keer. Jij, Liv en ik. Goed, dan gaan we nog één keer terug. Ja, babysitten? Ja, natuurlijk weet ik wat een baby is. Ik weet dat mijn kleine neefje geen baby is, maar Lenny, Flo, vanavond is er heel wat werk te doen. In het restaurant zijn exact alle tafels gereserveerd. Ik verlang dus opperste concentratie. Ja? Ja. Tante? Ik vrees dat er iemand anders op... Lenny? Er moet echt iemand anders op Lucas passen. Hallo? Hallo? Dat is toch niet te geloven? Hangt ze zomaar... Lucas? Hé, Slome. Ze hebben me er thuis weer uitgegooid. En? Wat gaan we doen? 3 uur om in de machine te gaan, terug te reizen, Magellaan te zoeken en erachter te komen of hij M is. Ja, maar we moeten hem vinden. De andere Leopold heeft toch gezegd dat Magellaan naar de stad is gegaan? Dat klinkt niet echt alsof hij in gevaar is. Nee, maar bewijs. We weten nog niet genoeg. Ja, maar als hij niet echt in gevaar blijkt te zijn, kunnen we dan niet heel even in de jaren 20 rondkijken? Oké. Maar niemand mag ons zien dan. Ah, jij. Waar ga je heen? Liv halen. Liv? Ja, Liv. Praat heel veel, is heel erg grappig, ongeveer zo groot. Ja, ik weet wie je bedoelt, ja. Goed, wat jij wil. Maar, Ja? Maar zolang ze maar begrijpt dat we undercover blijven. We mogen in het verleden echt niet gezien worden. Ja, dat weet ze heus wel. Ja. Hey, Victoria, ik heb een probleem. Laat me raden. Je hebt weer geen tijd voor me. Nee, ik moet op mijn neefje passen. Dat is toch geen probleem? Dat is toch schattig? Hey, jij
Je lijkt op mijn derde vriendin. Echt? Hoeveel vriendinnetjes heb je gehad dan? 2. Oké, dit is dus wel een probleem. En dit is jouw neefje? Mm-hmm. Tja, dan is het ook jouw probleem. Victoria, kom op nou. Wat? Dit noem je onopvallend? Sorry. Hey jongens, lach eens! Deze komt in Liv en haar fantastische tijdreisalbum. Liv, geen goed idee. We willen Magellaan zoeken. Stiekem. Zonder op te vallen. En jij komt met een plastic fototoestel? Verkleed als een wandelend bos. Ik neem mijn fototoestel ook niet mee. Oké. Ja, toch? Niet 6. Hallo, dit is de 12-plus horrorshow voor bijzondere coole kijkertjes. Kom op, Flo, we hebben geen tijd. Maar toch moet dit even. En denk eraan, Lenny, horror. Hallo, meneer Wortel. Hoe gaat het? Heel goed, mevrouw Prey. Maar ik heb enorme trek in Prey. Dat is gek. Waar is iedereen? Boven niemand? Hier niemand? Cool! Ah, daar is iedereen. Jongens, dat is een strandfeest. Kom, we doen mee. We moeten Magellaan zoeken. Ja, maar we kunnen Magellaan toch ook op het strand zoeken. Weten jullie hoe die eruit ziet? Nee, geen idee, maar we kunnen het op het strand vragen. Liv, kijk nou onze kleding dan. We vallen veel te veel op. Nee, ik val niet op. Jullie misschien. Maar jongens, biologische kleding is de toekomst. En hier helemaal. Lift. Laat me eruit! Oké, we gaan naar het strand. Alleen begeven we ons niet onder de mensen. Afgesproken? Afgesproken. Zijn er op het strand ook surfers? Van die grote, sterke mannen. Ja hoor. Alleen als zij ook door de tijd gereisd zijn. Surfen bestaat pas over 40, 50 jaar. Wat? En hoe hebben ze zich dan vermaakt in de 20 jaren? Oh, zeg niet met breien of zoiets. Dat deed mijn oma altijd met kerst, weet je? Van die lange, lelijke sokken. Kom, door de duinen. Wat? We moeten echt verder gaan met de soep, Flo. Die prei moet nog gesneden worden. Hm? Ach, we lopen toch op schema, joh. Kom. Nou goed. Dus, mevrouw Prei, u wordt geen kopje kleiner gemaakt. U gaat het kokende water in. En u? Waar blijft de soep? En? Al klaar? Ja, bijna. Ja, kom. Lenny!
Wacht even. Is dat een man in een badpak? Hey Tom, je mag het best een van mij lenen hoor. Hey Anna, kijk die eens. Dat is echt iets voor jou. Nee, ben je gek of zo? Wat doet zij daar? Bokspringen! Wat cool! Oh, ik wil ook! Nee, we mogen niet opvallen. Mag ik eens? Wat zoek je? Ik kijk of ik Magellaan ergens zie. Maar je weet toch niet hoe die eruit ziet? Hij is een professor. Uh-oh. Wat? Ik zie daar iets wat opvalt. Liv, kom terug! Wat moet dat? Wie ben jij? Ik ben Liv en ik ben op vakantie. Laat haar los. Wat zijn dat nu voor gekke kleren? Meneer Leopold!